Hoe is dat? Gouden. Het zit wel op Duits trouwens. Pak maar even wat anders. Het moet wel even een leuke hap worden. Ja. Dus dan kom ik op de deur. Oh, oh hengst hem terug. Moeilijk hè met zo'n engel. Oh ja, keeper. Kijk terug. Oh. Terug. Zo, nou, ik kan de maatschappij maar weer tevreden over zijn. Zo is dat. Ja, toch? Hebben ze weer niks over te klokken. Nee, hebben ze niks over te zeggen, dit. Dit is sinds lange tijd voor het eerst dat we met een beiden een opname hebben, hè? Ja, wist dat wel. Ja, dat weet ik wel. Ja, ik ben al dat. Is het best een loop, hè? Dat doe ik automatisch met de streamdeck, blijkbaar. Oh, juist. Wij moeten even zien. Even op bij escape menu. Ja. Wat is allemaal een beetje kloor? Nou, ik heb wel heel veel wat gezaaid is. Ik loop hier. In de gerst, er is ook aan het groeien, 47. 13 is denkel. Ja, enkel. Is bezig. Is ook aan het graden. En 15. 15 is triticaal, is ook aan het groeien. Ja. En verder hebben we niks. Nee, 42, 43 is gras, 46 is groen, 45, 44. En 18 dan? Is ook nog niet geploegd. Oh. Hoeveel geld hebben we? Een miljoen. Is het misschien leuk om even een hoekje te pakken? En dit is bijvoorbeeld 31, hè? Mooi een boom in een maapje bij je rin. Ja, ja. Want waarom moeten we altijd alles al dichtbij hem? Vind ik zo jammer. Ja, vind ik ook. 31 is 55.000. Nou, koop. Geen geld. Nee. Geen geld. Dus dat heb ik al inmiddels. Ja, zacht. Kaartoverzicht, type vrucht, koolsoort. Nou heb ik dat les nog wel genomen. Nou ja. Dus 31 hebben we gekocht. Ja. En 34 daar. Ook een mooi hoekje. Ja, er zit niks op. Nee, dat... maar dat... 34 is gras. Oh. Kunnen we alleen blabben naar de bio. Kunnen we ook doen. 31 even combine. Ja. Ik wil even op naaie stukken gaan. Nou, wij gewoon eerst die 31 even combine. Ja, en dan kunnen we dat desnoods door nul ploegen, ja. Ja, nou. We zien wel even. Ik pak hem keepers. Ik zit hier nu al aan. Ik schrok niet de blurs. Ah, even lief doen. Liksom, dit ben een dikke zwiebel. Ik kon een sugar bite weten doen. Oh, we kennen Aas dan ook wel even, maar ik zie wat Ruger Stroon bij de Swinties. Ja? Ja, door, dat moeten we doen. We hebben dat nooit doen. Is de Ruger Stroon bij de Swinties ook een beetje. Oh, en de koeien ook maar Ruger Stroon. Dat gewoon wij aan het nemen, Bruno. Juist. Bij 38, met niet te grote machines. En waar ben ik? Hier bij 8 ook. 8 ook. Doe komst eerst even met kibbetje, niet te groot. Even, anders kruwen even. Bimmy, gewoon eerst even. Lief zijn. Eerst even. Rustig even. Rustig. Even mis. Nee, eerst combine. Oh, sorry. Ja. Hoe ging ze combine? Op 38. Die... Is goed. 38? 31, ja, zeker. Wat is het nummer nou? 31, Bomi. Helemaal Bomi in de door. En als we dat combine dan... Dan kunnen we dat met... vroeger mis inbrengen. Juist, want ik ben hier op 8 en hier is een op my side. Maar het perceel is mijn poel met er gezaaid. Doe ik ook een ruige mes op. En dan kunnen we een 31 ruige mes en dan gewoon een onderplauw. Ja, we gaan eerst een 31 doen. Ja. En die Aperion, doe ik ook tarwe in. Aperion? Die straalt maar. Die triloosje wogen. Doe ik ook een nulle vraag te in, zeker? Leuk ik wel. Het zit wel op Duits trouwens.
Pak maar even wat anders. Het moet wel even leuk opgenomen worden. ik rij al op het goede pad, denk ik wel. Ik kom eraan. Ik pak de Fiat, ja? De 6566 met Kieber. 6768. Nee, maar doe best van 72 toch? 74. 74. Pardorie. Hebben we niet meer trekkers? Is er dan... Komt er wel wat bij. Wij maken alles op bij de maatschappij opbouwen. Ja. Middelgrote tractor. Hebben we die MB-trek al? Nee. Ja, zeker wel. Ja? Die is er. Doe busy nooit. Wist je waar ik ben? Ik ben net in alle machines west. En dan kan ik geen... Die is er. Geen MB-trek tegen. Dan is er misschien net het gezicht achter de lood zeggen. Nee. Oh, hier is ze. Wat ik zeg. Hij stond er net in zitten. Nee, ik ben onderweg met de kabamazijn. Met kabamazijn? Ik hoop wel dat ik denk... Oh ja, gelukkig. Hoe ben ik? Oh, onderin beeld. Ja, dit is een heel in tackle. Oh, ik heb wel een heel in aan rijden. Ik moet even denken, nou, waarom ben ik door? Ik ga zo die tank leeg en dan kan ik niet in de hoest houden. Dat is met snowrunner wel in mijn dingetje. Ja? Ja, dan moest echt zorgen als er weer een pomp is. Die tanken zeg maar. Ja. Kijk, moet ik hier links oud, door de straten heen van het warp. Goeiedag, dit worden die krabbenhoekjes hier zo in de dorp. Valt toe, ik ben mijn combine. Waar is de dorp? Ja, bij de winkel langs. Nee, nou maar zo bom. Oh, hier is een vieze onderbroek naar de lijn. Is de verkeer allemaal mooi uitstaande dag en dan kan ik gewoon over breiten van weg en de hoek. Meer lucht al. Moet ik even zien. Oh, hier moet ik. Hè? Ben je er al? Kom maar aan. Is het maar vol? 61%. Bliksem. Ja. Dan kom ik gewoon binnen aan de auto onderlaat, ja? Doe maar. Toch ging de auto op weg. Het is op tijd zondag om. Zondag morgen, bedoel ik. Wat piep maar uit, doe. Wat er is toch met combine, jong? Twinnen. Kijk. Met deur, hè. Ben je raar zo op kerd doe? Dat moet een beetje verlies, maar het moet er wel af. Ja, nee, ze komt straks een bewolking, hè. Ja, dus, rond. Moet gas geven, mee. Dat kon even net. Ja, dat is geen doeltje, maar laat maar zitten. Geeft niks. Nee, deur. Gewoon deur. Oh, gas, 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 gas
cap eraf. Is de band eraf, ik kan de strand er dom toe. Ja, die doen we vooraan. Is goed. Ik reed hem achter die aan. Er is maar achter me aan. We gaan straks die kant op. Welke kant op doe? Die kant? Die kant op. Oh, die linker kant op. Is dat in de richting aanwezig? Ja, klik, 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 klik. We kennen ook wel even over de brug. Ja, we gaan hem over de brug. Ja, dan ben ik net ook komen. Oh, dat kan niet doen. En terug in de bak. Ja? Ja. Doe best al veel verder voort mee, joh. Ja. Met die Klaaskenboy. Moet zwijlen met mij doen. Vooral in Durp doomt. We gaan hem 3/4. Is goed. Van volgaars, hè. Oh, ik ging 1/4. Niet gezien, chips. Ik zat in nee. Dat is niet nou in het dooghoekje en ben kant op de binnenlaan, shit. Nee. Shit, we're in de verkeerde verkaaier. Nee, dan moet. Gewoon volgaars. Gewoon hier en dan hier. Daarom is die bocht er ook. Oeh, die MB-trak die gaat de giezel doorsteen naar rond. Mouw me door de giezel. En toen meest een bouwpeur. Ik zo hem kwijt worden. Ja, moet ik hem meest hem stieven en wacht hem af. Ja, nee, doe maar hem. Hang hem maar hem uit. Zo. Ja, nou, hier ineens zwaaien, wiebers. Hebben wij stroomwagens? Voor mij niet. Even zien, wij hebben helemaal geen stroomwagens. Nee. Nee, dan moeten we even goed kopen. Ik wil even op de enter. Op het leutje enter? Nee, fijn. Op fijn. We hebben fijn. Oh, verkeerde. Is er nog ruimte in het square? Nee, dus. We moeten ook grotere squaren nemen, jongens. Ja, daar moet een loods bij. Is er die Vendel nog vroeg voor teken? Nou, hij zit meer in de rond te kijken. Hij wil samen alweer langs erin, lesdoor. Ja, voor een week, ja. Ja. Hé, hey, dit is ook leuk. Heb ik die Klaas... Koren, joh, die kan ik op front pakken, doe je. Ja hoor, trek ook van die MB-trak op front. Ik heb hem zo mooi, een mooie combinatie. Ja? Ja, maar het moet zijn. Een hele lange terrein. Een loodterrein. Boah. Wow. Oh, dat is ook met een laantje. Ja, ik heb zo in één keer gas geven. Moest wel goed achteruit rijden. Of vooruit gewoon. Dat is nog moeilijker. Ja, ook dat hoor. Net ook even trekken, maar. Ja, even een winkel. Even een winkel touw. Ah, dus weer. Ja, ik heb nog barbecued. Ah, oh, dust. Ja, wij hebben derde perron weer doen. Oh. Ook lekker hoor. Ja, niks mis. Wat heb je gehad dan? Broodje zwarma met patat. Oh, ik heb altijd daar de pizza. 146, Bandito Giuliano. Oh, lekker joh. Nou, gereden we altijd de 1 verder. Dat is? Ja, dat weet ik niet. Een anchovis. Met een anchovis? Anchovis. Wat is dat? Ken je dat eten? Ik vind het niet te eten. Ik denk van, dat zit op een pizza. Dus het zal wel eten, eetbalweten. Anchovis. Zal wat lezen en wezen en wezen. Wat neemt ze met vertrekker? In B-track. Kom nou dan. Ja, ik ken niet deksen. Moest die keeper hem aan zo omdraaien. Bis. Koms. Koms. Bors. Ja. Bors. Wat bis. Oh, doe bis door. Ik wil eigenlijk die enter nog even schoon hebben, maar... Ja. Ken je. In die vuur. Doe bis de afsloten in die gouden geit. Ja. Ik heb die niet eens zo gauw zien afsloten, verdakken. En die moest ik crimineel blijven. Ik zat first person te rijden, ik heb die nooit zien. Mooi wonkies. Samsung. Ja, Gert. 22 kubus. Kubus? Kubus? Met kubus. Passen die hier links lang, hoor. Oh, mooi, kijk. En de lodging? Ja.
Ik heb twee keer dubbel wagens nodig. Eén keer voor de klep en voor de boomkerk moet rijden. Dat is gewoon load sensing zeker? Nee, dus die, oh, die remslang die sluiten ze niet aan. Nou ja. Dan maar. Dan alles maar met de trekkerbremming. Is toe, hoeveel slangen is toe eraan? Dan? Vier. Ja, ik ook. Ja, maar die andere die hangt nog terug aan steuntje. En geen loefberemming? Wel, Oh ja, die ene hangt er onderaan. Ja, en er zit wel een kroontje nog op voor de bodemkerk achtersteld. Nou, kom. We hebben geen tit. Hé, Wijk. Ik kan niet weg als huks. Nee, is links. Wijk. Zeker. Ik heb van de week weer bipoda, denk ik. Te veel mijn droom opreden. Oh ja, dat doe ik ook altijd. Wat doen we eerst even? Even die zwienhaken? Nee, De zwienhaken niet. Ja, zwienhaken hem leeg. Ja. Dat de maatschappij er niet om denkt, hè? Nee, vind ik ook. Vind ik een beetje jammer. Wat is de shovel? Die stond nog bij de ding. Toch niet bij de bio, hè? Bio, ja. Ah, nee. Doe eens die verrekken wel, ja. Oh ja! Er zit een koe met kop op de deur. Oh, oh, hengst hem terug. Eerst een beswint is. Wil dat mee met die loader? Jawel. Doe er iets toe, dat ding zo op snuit erin. Die trekker? Ja. Ja. Op. Neem anders die enter. Oh ja, neem anders. Zet hem maar even de koeien neer. Die kei? Ik, hoe werkt dat ding? Die grote hendel links achter de trek. Ja, die moet achteruit hoor. Ja. Dan hoop ik. Oeh, tik spandje aan oost. Oh, denk er nou, maar er zit net de RTK-mast op. Dan is iedereen Herlin verschoven. Oh nee. Zit die satellietbol eraan. Ja. Bobbers. Ik kom eraan, Os. De beton is net, dat is niet mooi leg. Voor mij zitten er maar bulten en koelen in. Ja, eigenlijk mijn zoltaar is. Die voor hem zit er niet meer in staan. Denk ik. Hengst. Hengst? Oh. Denk hem achter elkaar. Ja, nou, daar heb ik hem weer overgenomen in. Ja, MB-track. Veel te leuk dat we dit in heel even niks nog nooit doen, hè? Nee. Met zo'n Klaas. Verrekken. Altijd de shovel. Altijd. Ja. Oh, naar beneden. Wat is die bak? Ja, die zit hoog in de lucht. Mee intrek. Oh, ja, precies een baai. Ja? Ja, precies een baai. Oh, maar dit wil ook zo. Helemaal goed. Moest gewoon met die lange giek zo bedoel. Oh, ze dek uit. Oh, jongen, dat moet code. Nee, daar gooi je die maar. Is de 2600 kilo erin gegooid. Moeilijk, hè, met zo'n engel. Oh, ja, keeper. Oh, terug! Oh. Terug! Gewoon een klapper. Nou, ja, maar weer bij. Maar dit wil natuurlijk niet. Ah, jonkje. Dit is beter. Nee, maar we zijn partner van Giants. Partner van Giants. Dus... Gaaf, man. Ja, toch. En de tijd nou ook, dat wil ik ook even vertellen. In de beschrijving van alle uploads vanaf nu. Stel, er komt een nieuweling bij en die denkt van... Hé, dit is een leuk spel. En als ze dat dan wilden kopen, dat spel. Zet even die enter de verwerking, die is vol voor mij.
Stel, ze wilden dat spel ook kopen. Dan moet je even in de beschrijving die links aanklikken. En dat ze daar via farming het spel komen. Dat kan gewoon naar via bol.com komen en dergelijke. Maar dan weten zij... diegene heeft het spel besteld via Emus en koop. En dan... En zo kreeg ik door weer wat... geen geld voor. Maar wel credit. Ja, zo. Dus hoe meer dat gebeurt, hoe meer wij door credit van kregen. Ja, wat precies weet ik niet hoor. Dat is geen geld of zo, maar dat is meer. Dat ze ons zeer waarderen als partner, zeg maar. Dat is toch leuk? Heerlijk, machtig. Dat vond ik wel stoer. Ik heb 66% voor. Oh, niet verder, nou? Nee, je doet dus een dikke vracht op aan de kaan liggen. Oh ja. Ja, maar goed, er maar mooi hoog op. Anders staan we alleen maar aan, dan kunnen we nog even. Ja, maar ik loop jongen, hier is die stront, dat is al van vorig jaar, dat stinkt als de moord. Oh, maar dat is wel het mooiste spul voor in Toenje. Ja, daar wordt die grond zo goed van bevrucht, hè? Ja, anders zetten we mijn deur ook maar even aan, dat waarderen ze wel, denk ik. Zuimnekte, hè? Zuimnekte. Om hier kunnen we een poffer iets op doen. Nou, maar even een klusje van vandaag. Toch? Niks mis. Hier, die bakker even goed, Stevie. Ja, oh. Even goed met een platte en met bak vol en dan erin opzakken. Dan zakt er hem nog door. Ja, ja, en dan een bodemket. En dan een bodemket die we aan wilden. Oh, nee, met deze Samsung wil dat wel. Nou, jongens. Ik hoop dat ik die MB trek, dat ik hem over die bult heen kan krijgen. Begon niet over die bult. Oh, die bult. Ik zeur die in spijl. Kom maar naar, hoe adres? 49. Ja, ik hoor die in. Ik wil zeggen, door is dat geen 53. Nee, hij hoort dat niet, de 53. Is dat die opgevoerde? Nee. Oké. Gloeiende, nou gooi ik het er door in. Ah. Doe die klep hem dicht, anders ging ik beter blip. Sorry, Lievert. Heb ik de hele team met de klep open? Ja. Door hem trok het ook niet, natuurlijk. Hallo? Ja, dat was. Door hem zo bedenkt, zoveel gasolie. Ja. Maar we moeten we hem ook nog een andere pro. Die kennen allemaal liedjes dicht. Het is te persoonlijk. Ja. Dit is sinds lange tijd voor het eerst dat we met een beiden opgenomen hebben. Hè? Ja, wist dat wel? Ja, dat weet ik wel. Engel je maar vol. Zat er nog wat in? Daar gaat hij weer. Oh, die heb ik. En daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer, maar 100 kilo. Was de helft eroverheen geworden, was er nog 100 kilo in? Zat nog 100 kilo in. Ah, zo. Nou probeer ik het even first person. Ja, oe, dat valt. Oh, daarover! Ja, terug met het ding. Oeh, harre gadde. Maar goed dat er geen op de andere kant stond. Ja, dat klopt vol. Niet, ik zie niks. First person is een kak. Ja, dat ik kan ik ook niet. Oh, is het maar 30%, hè? Half vol. Omtrend. Wil ik ze ook even een tabakje doen, hè? Ja, dat is goud, hè. En cola. Ik moet toch even pakken. Ik moet het even kwijt. Wat? Toen moest hier, de gast die hecht niet. Ja. Moest hem de gemeentehoes doen. Zo, ik kom achter die aan, meeuw. Goud zo. Reden ligt al op bergen. Ja, het was duister in huis. Oh, kijk aan.
Waar waren we hier ongeveer? Ja, dat ziet slecht. Ja, het wordt wat donker, hè? Ja, ja, maar dat ik het nou zie heel goed. Ja, je zit goed. Ja, ik zit redelijk goed. Ik heb voetjes recht, dus ik zit goed. Nee, goed bezig, doe. Oei, hier hebben we stap. Ja, 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 ja. Nou, ik had de auto, had ik een andere accu inzet. Ja. Nou, die werd minder. Ja, hij, ja, die hij, eigen auto. Ja, privéauto. Oké. Maar ik vernam ook wel, hij deed die start-stop systeem ook steeds minder voor. Oh ja. En, ja. En hij stond lessen waar ik een nieuwe bandjes opzet, ben ik bij Kuil West. Ja. En toen hadden ze de hulp die auto op boven op de brug stond. En ik had ook een uitlijn door. Ja. Uitlijn laten door. Ja, ja. En ik zag wel, ze hadden zo'n staak tussen rempedol en staulen. Om hem op slot te zetten, ja. De rem. Ja. Maar in de drie lampen van de remmerij, die brandden de hele tijd. Ja. En toen hij kloor was, nou, dan was het misschien met een kander een uurtje verder of zo. Ja. Startte hij al heel moeilijk. Ik denk, maar ik wist ook wel dat het minder werd. Oh, dat jij daar dan mee door blijft rijden eerst. Oh, hij start, ja. Oh, bij mij ging het onherroepelijk gelijk naar je. Oh nee, ja, maar... Zweertie! Nee, hij ging in twee tikken aan. Maar die start-stop werd minder. Ja, normaal gooit hij veel sneller uit, die auto. Ja, direct. En nou bij elke keer dat je de erf op reed, dan ging het, nou gaat het relatief weer uit. Ja. Maar, ik had een ander accu'tje regeld bij de lijnen van jongens. Ja. Ik zei die en daar, ik zei zit start stop op. Oh ja, nee, ja, dan moest die. Moest een grieze accu hem. Nou, die en die, interrupeer me niet de hele tijd. Sorry, lieve. Moest die en die accu hem. Ik zei, ja, is goed, leg maar op een balie en hol ik hem op. Nu raak ik van de week alleen in de bus mee. Ja. En verdomme me bezig. Ik denk, ik moet niet. Dus ik had even mijn paar moe inzet. En dan heb ik de bus mooi dwars voor de snuit van de auto inzet. Ja. Even twee droodjes hebben op de kogels. Dat ik dat de auto niet van de stroom afwest heb. Maar ik denk, anders moet weet ik veel wat resetten en dit en dat. En ik denk, laat ik hem mooi bestroomd wisselen. Ja. Dan heb ik er ook geen probleem mee. Nou, door me bezig. Hol ik die oude accu eruit. En ik kijk naar die nieuwe accu, die was een beetje anders. Ik zet hem erin, net een tikje leger. En die polen zaten verdiept. Ik denk, dit is niet dezelfde. Dus ik bel, ik zei, het is niet dezelfde. Nou, hij zei, ik heb er al kenteken op, zag dit en dat. Ik zei, ja, ik zei, maar dat kan aansweten, maar dit is import. En deze motoren zitten eigenlijk niet in deze auto's, normaal. Nee, oké. Dus, ik zei, ik moet een andere hebben. Ik zei, die moord zit erin. Oh, hij zei, ja, die hebben we wel staan. En de polen bovenop, zei er, ik zei, ja, die moet ik hebben. Ik zei, maar kijk hem nog helemaal om dan, want het was 12 uur vanmiddag dat ik belde. Ja. Hij zei, ja, wij gaan nou naar huis. Maar hij zei, ik zet hem al buiten in het kantoor in. Dan halen we hem er weg. Oh, dat is wel netjes. Ja, dat was netjes. En ik had die andere er weer terug in, zeg. Ik had het toen ook met die Golf. Die wou ook s'morgens niet meer starten en de midden sloeg allemaal vreemd uit. Nou, dat was toch te loor. Veel te loor. Ja, maar ja. Met de accu wissel. Ja, veel te laat. Nou, en ik denk smugs, maar dan de file vroentjes. Oh, die hadden zo lekker. Oh, hij is een start-stop, moest een grieze hebben. Die hond langer vol of zo. Dat ben iets met gel-accu's of zoiets. Ja, het moet wel een start-stop, anders... Het gaat niet goed in elk geval. Nee, klaar. Dus, nou ja, accu'tje erin. Broem, kloor. Maar ja, wij waren dus allemaal pas om 2:30 had ik de accu er in. Och jeetje, ja, best ook wel 1,5 uur onderweg. Ja, dik een uur onderweg, denk ik. Nou, is al 1,5 uur. Vanaf PMO is het nog verder, dus het is wel 3 kwartier. Ja. Ja, ik denk, ik moet direct maar doen, en dan wordt er weer niks. Nee. Wist gewoon met die bus van het wagen in verloopt. Nee, ik had de accu weer in de auto zetten met mijn drieën, maar Chris was er bij Dijkstra, ja. Ja. Dus, en Greet was mer, dus ben met drie naar de school en weer weg. Oh ja. En dan heb je pa en moe op het terras en broodje eet. Oh, zo.
Oh, die komt snel wel weer bij die paar moe? Nou, of een paar staats. Niet in huis. Nee, zo. Maar nou was Butten ook weer prima, ja. Ja, daarom. En dat was vergust vrijdag, was ik ook weer binnen klaar. En dan was ik in de trekker en nou, dan komt die medewagen eraan en die boer komt eraan. Ik begon bij mij in de trekker en ik zeg, ho jongens, stop, niet verder. Ja, wat doe best die muur ervoor en dan grap. Ik zit in de flauwe keul jongens, ik kom overal, ik wil dit niet. Nou, dan hangen ze weer terug. Oh. Maar als je er niet, als je niks hangt, zitten ze bij op schoot, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat wil ik niet. Ik zit bij iedereen op de schaaf te vleren en overal aan te zitten. Dus Doe eens hem vol. Ja, lukt wel. Zal ik minder hem noor stengelen? Hier. Hier zo. Ik zet hem gewoon noor zo. Even terug. Oh. Hevel hem vol. Ach ja. Herkel je. Je zal zien wat een putje van Nelle kost. Ja, 14,5 euro. 14,60. Ah. Oh. Dat is niet best. 30 gulden. Ja, meer. Meer dan 30 gulden? Meer dan 30 gulden. Oh, dat is niet best. Nee. Dat is echt... Wat moet je rechtsaf, hè? Ja, dat land is klaar. Oh ja, dat land is klaar. Hier hebben we nog een kasteeltje. Dat ben je inside. We kunnen kijken. Kijk maar. Er was toen ook een trekker. Voor mij 48. Of was het 8? 8 was het, 8. Oh, 8, dat is ook nog wel even reden. Ja, daarom, mooi meer. Er is namelijk een verkeerde verkeerde kanaal. Oh ja, is ook zo, recht hier zo op hem draaien. In FP, first person. Een verkeerde keer op. Ja, hier hè. Ik denk dat we door aan twee boekjes genoeg hebben, ducht die. Ducht daar? Ducht die. Ja, Eindelijk. Ik denk dat het groter is. Links? Ja, hij is net zo groot als 31, hoor. Ja, zwist die? Dat zweer ik me. Dat zweer ik. Oh, die uitdrukking, hè. Dat van sommigen die van er helemaal geen zwicht die. Zwist die. Links. Links. Wij zijn eerste snapsel. Wat is dit voor alle rommel waar hier links staat? Oh, wat is dit? Ken dat ding ook in het vloot? Dat is wel 10 jaar hebben er nog niet aan gezet. Nee, die staat er al mooi te prairie in. Ik begin hier wel op discount. Oh, hier is nog een plauw nu. Ik rie gewoon bij je diagonaal over plauw voor. Hè? Ik ook. Oh, hier kunnen we tenminste zien waar we weg zijn. Ja, zo eerst, hè? Ja, toch. Een goede bevruchting van de grondgeving. Dan straks alleen maar op mijn wagen, hoor. Anders weekt de weg niet meer terug. Oh, maar we kunnen... Nou, we hebben wel twee bakken nodig, zeker. Dat zeg ik toch. Ducht die? Ducht me. Ik denk... Elk nog één? Of ja, een anderhalfke? Anderhalfke. Anderhalfke moet down kennen. Maar dit is goed voor die grond, hoor. Ja, ja. Beetje compost eronder, beetje stro. Eigenlijk moet nu stond. Nog even de ploeg er nog weer even over, hè? Ja, je moet er wel even een beetje in werken, hè? En anders even het triltandje of zo. Even kulie. 1% nog. Tess. Nul. 2%. Paar 100 kilo doe. Hoe is dat? Gouden. Nou, waarom aanraad? In toen west, vandoor. Bij schoon een paar moe west. Barbecue vanmiddag. Vanmiddag. Vanmiddag? Vanmiddag. Morgen is moederdag. Oh ja. Is morgen buiten weer? Nee zeker. Ja, ja. Maar vroeger, ik denk dat hier gewoon nog om het valt met kolen. Zeker om, hè? Inmiddels toen had ik Golf GTD. Ja. Nou, er was één gloeipit van stuk. Nou, en als er een gloeipit stuk is van een Golf 2 TD, dan kun je het vergeten als de maan kreest. Oh. Maar met een goed gevulde accu lukt dat altijd nog net. Ja. En maar toen werd het minder. Mm. En toen werd het steeds minder. Ja.
Maar dan was ik nog te beroerd om een accu te kopen. Nam ik die accu met in huis. Ja, soms. Aan een lood erin in het hakje. Smeugens van in de auto en het wagen. Dat heb ik heel lang vol om. Dat meen je niet. Ja, serieus. Maar dat ga ik niet doen. Maar als ik die gloeipit maakte, dan had er al wel veel. Maar als zo'n golf, zo'n indirecte diesel. Oh ja. Als die met drie pitten wil ze niet staan. Nee. Kan we het er net mee doen? Denkt haast wel. Right. We hebben niet meer daar, hè, met strand. Nee. Yep, ja. Nee, die hebben ook oude thuisbruggen voor hun eigen tuin, maar dat is mooi spul. Ja, de kippenstrand, oh jongen, dan wordt die grond zo van dit en dat. Echt wel. Moest hem dus gewoon, ja, en op de andere kant ligt op een beeldje. Anders moet ik mijn kruwel al binnenast. Ja, is hem. Er staan er even met ruggels. En mijn ruggels. Of voor u. Oh. Oh, zo. Toch maar een vrouw, dat denk je wel lekker, hè? Niks mis meer, alleen dat je ziet niks. Nee, je moet echt derde persoon. Derde perron. Ja, derde perron. Lekker. Lekker, lekker. Zo, nou, ik kan de maatschappij maar weer tevreden over zijn. Zo is dat. Ja, zo. Hebben ze weer niks over te kloppen. Nee, hebben ze niks over te zeggen, dit. Zo, dit is het laatste vrachtje voor vanavond, dan gaan we op bed. Ja. Ik blaf het gewoon over dat ding heen, hè? Zo. Dat is net inside. Ja, maar dat kent er zo overheen. De soort is naar die boom. Nee, oké. Okay. Oh, wem wat de men denkt. Denk je snij? Nou, right. Ik weet veel. Ik heb nog mijn 10%. Ik vind het zuipte. Ja, dat nog. Wat ben je nul, mee? Precies op de ene. Ja? Oh. Ja. Hem te mens. Nu is het de kleermaatjes. En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Ik ga niet overgezaaid, dat vind ik zo lelijk, daar zie je de hulle tijd terug. Thanks. Oh, ik heb aardig ook weer langs. Geef me die chopper Bob weer, mee. Ja. Oh, die vliegt maar door, dat ding. Ja, die is Moet straks ook even als thuisbeest hem de touwen hebben met die viezel sneden. Ach, is er allemaal in omwikkeld? Ja, joh, pak je touw. Maar dan, we hebben helemaal geen pakken te voeren. Ja, maar dat zal wel in die strand nog zitten en voor vorige keer strookpakjes. Oh. Nee hoor, ik ga niet over de gezaaide. Het zit nou op. Nou, dan ben we niet luiwers van op. Nee, en wel wat dan? Eén de roege meester roegen. Weet maar aan het beeld met de viool. Zo is. Ook even kool door de oogst. Ja, waar. Nee, dat is wel wat gebeurd. Zet je maar even. Even mooi een binnenkant op een leuk plekje. Voor de eindjaar. Ja, wij moeten even een schuur hebben erbij. Even bij de Swinhaar, door hem ook west. Oh ja, bij Swinties. En bij de beer door, bij de beerhaar. Ja. En dan even met gestuurd. Even zo gestuurd uitdoen. Uitstaan. Zo. Nou, het was een beetje een semi-serieuze dag. Maar ja, ja. We moeten natuurlijk ook presteren ten opzichte van de maatschap. Ja, dus je voelt wel ergens een ja. Beetje de hete adem in je nek, hè? Ja, precies. Daar wil je niet aan onder doen. Nou, ben wij wel verder de beste, denk ik. Maar. Wij zijn geen gamers, hè? Nee, we zijn farmers. Farmers. Ik en zo is Legend en zo. En Jelle, ja, dat ben meer de gamers. Nou, ik denk als het eerder dat Jelle en ik de gamers ben. Ja? Nou, wij hebben lessen nog even aan het project Cars in West en ook even Snowrunner dan. Ja, zo. Dat is hartstikke leuk. En maar die wagens die moet je zelf samenstellen en zo? Of wat is nee, dat? Nee, je hebt een enorme keuze tussen auto's en bonen. En dat is het mooie van Project Cars. En ze voelen ook wel mooi aan, hè? Qua riem. Oké. Okay. Kies van, wij begonnen in Ford Sierra. Zo'n 6-cylinder, 6 Sierra. Met achterwiel en dreams? Ja, ik geloof dat het achterwiel was, ja. En Loden nog met een Ford Escort. Zo'n oude. Cosworth. Ja, de nee, nog een oudere. Zo'n DAF-modelje. Hoe heet zo'n ding?
Ja, de Escort MK1 of zo is dat. Nou, bij de Côte d'Azur lagen ze wel lang, joh. Mooi spul. Huh? Ja, dus ik vind dat veel mooier dan Formule 1 zelfs, hè. En is dat realer dan... Nee, ik bedoel, rijdt dat mooier als Wreckfest of niet? Ja, veel echter. Wreckfest moet je met controle doen en dan moet je beuk. Maar dit is proberen een goede lijn te ritten en inholden en zo. Dat is wel gaaf, hè? Oké. Okay. Ja, ik vind dat uitgebreider en mooier als Formule 1. Ja, joh. Ja, serieus. Formule 1 is toch eigenlijk alleen maar de bon van het seizoen. Ja. En Formule 1-ouders. En dit is van Audi A3 tot aan die LPT1, Le Mans, alles zit erbij. Alles. Oh. Ja, ik heb die Le Mans-auto's zien. Ja, die zag ik. Ja, op die had ik als gebruikt als foto. Ja. 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 Heel gaaf, joh. Super gaaf. Oké. Okay. Het is al een vrij oud spel al, hè? De 2017 of zo. Maar ik heb hem nou een beetje ontdekt, maar ik vind het fantastisch. Oh? Ja, echt. Nou. Moet een keer doen. Ja. Dan gooien we dat maar een beetje aan. Denk wel. Nou. Is goed, hè? Nou, lekker slapen, ja? Ja. Doen yes. We zo. Yes. Hey. Mooi.